we hebben ons zeker onszelf niet beloond. We hebben 3-4 kansen gehad om 2-0 te maken. Als je dat doet, ben je klaar. Dan is het ook verdiend, dik verdiend. Maar goed, hebben we niet gedaan. Ja, echt een fromme goal. Hè? In die laatste minuut eigenlijk van die wedstrijd, die verpest het feestje. Ja, maar dat kun je verwachten. Zolang het 1-0 blijft voor ons, blijft een tegenstander kansen behouden. Met het opportunistische spel valt er een keer een bal tussen. Dat weet je en dan moet je geluk mee hebben. De eerste helft, ik denk NAC toch wel licht de bovenliggende partij, al gaf Helmersport weinig weg. Ja, we hebben niks weggegeven, dus in principe is dat zo. Aan de andere kant worden we ook onthouden van 2 strafschoppen. Ja, je was boos hè, na afloop van die eerste helft, toen jullie naar de catacombe gingen om thee te gaan drinken, zeg maar. Toen sprak jij even je scheidsrechter aan. Ja, ik kan slecht tegen arrogantie van de trio. Wat gebeurde er dan? Hij moet gewoon een straf opgeven en niet zo arrogant dat wegwuiven, want het slaat helemaal nergens op. Ja, kan je de situaties beschrijven? Nou, de tweede heb ik zeker op mijn netvlies staan. Charlie gaat de diepte in binnen de 16 en wordt gewoon gehaakt. En of het dan per ongeluk of expres is, maar hij wordt een doelkans ontnomen. Dus een rode kaart en een strafschop. Ja, dat pikte jij even niet. Jij ging even je verhaal halen. Ja, ik heb niet anders dan het te pikken. Maar goed, ik vind wel, en ik heb ook mijn recht om te zeggen dat ik daar niet eens ben. Wat was de reactie van de scheidsrechter? Ja, weet ik veel. Nee, je moet je mond houden en schuin naar de tribune. Heel snel, heel knap, heel goed. Zeg je een beetje cynisch. Dan de tweede helft. Ja, ik weet niet wat jij gezegd hebt in de rust, maar het was in ieder geval wel goed. Want je ploeg kwam uitstekend naar de startblokken in die tweede helft. Nou, ik heb in ieder geval gezegd dat wij veel overtuigender moesten zijn naar voren toe. We stonden achterin goed. Op het middenveld is het prima. Maar voorin hadden we te weinig overtuiging en dat miste ik. Helmersport troefde NAC af in die tweede helft in dat eerste deel. Ja, dat is toch zonde en toch nog op het einde zo schip ingaan. Ja, ik heb tegen de jongens gezegd van gooi de teleurstelling aan de kant en wees alleen maar trots. Dat ben ik ook, maar ik heb er ook moeite mee om de teleurstelling weg te stoppen.